Diesel Bugli is dé specialist op het gebied van brandstofinspuitsystemen. We staan bekend om ons uitgebreide ruilsysteem in verstuivers en brandstofpompen. Bij storingsdiagnose bieden we de helpende hand in ons voertuigdiagnosecentrum. Wist u echter dat wij ook uitgebreide faciliteiten voor vermogensmetingen hebben en dat we op grote schaal roetfilters reinigen? We praten u even bij over het hoe en waarom van roetfilterreiniging. Iedere auto met een roetfilter krijgt er vroeg of laat mee te maken. Een verstopt roetfilter. De auto laat het uiteindelijk aan de bestuurder merken door middel van een storingslampje of slecht presterende motor. Roken zal de auto niet zomaar doen. Het roetfilter houdt tenslotte alles tegen. In de garage wordt vastgesteld wat de oorzaak is. Vaak worden foutcodes aangetroffen die wijzen op een te hoge tegendruk. Andere symptomen zijn vaak een terugkerend hoog oliepeil, hoger brandstofgebruik of minder goede prestaties van de motor. Een roetfilter bestaat uit kanaaltjes die om en om afgesloten zijn. Uitlaatgas stroomt de kanalen in en via de poriën in het substraat stroomt het in een naastgelegen kanaaltje weer verder. De poriën houden de roetdeeltjes tegen. Die passen er namelijk niet doorheen. Het roet wat achterblijft wordt intervalmatig verwijderd tijdens de automatische regeneratieprocedure. Deze procedure vindt normaal ongeveer eens in de 1000 kilometer plaats. Het roetfilter wordt daarbij verwarmd tot meer dan 600 graden. Hierbij gaan de opgeslagen roetdeeltjes over in het gasvormige CO2. Op deze manier is het filter weer schoon voor de volgende cyclus. Niet alles gaat echter over in gasvorm. Er wordt gedurende het gebruik van de auto namelijk niet alleen roet opgeslagen, maar ook stof en as. Deze asresten kunnen niet nog een keer worden verbrand. Iedere regeneratiecyclus blijft er dus wat residu achter, met als gevolg een kleinere opslagruimte voor het roet. Daarom loopt de tegendruk op. Dit wordt waargenomen door het motormanagement met de tegendruksensor. Er wordt dan een extra regeneratie ingelast. Het kwaad is echter al geschied. De inhoud van het roetfilter wordt aangedrukt door de hogere tegendruk. Hierdoor zal het aanwezige roet moeilijker regenereren. Het systeem komt in een neergaande spiraal. De regeneratiefrequentie kan sterk oplopen. Hierdoor stijgt het oliepeil. Uiteindelijk moet het roetfilter verwijderd worden. Het is bij personenauto's met een roetfilter ook mogelijk om de regeneratieprocedure geforceerd te starten. Deze procedure is een hoge thermische belasting voor het roetfilter met grote kans op smeltschade. Het is te adviseren dit niet meer dan één keer uit te voeren. Daarnaast kan deze procedure niet de asresten verwijderen. Indien de kilometerstand tussen de 150.000 tot 250.000 kilometer ligt, dient u zich te realiseren dat het roetfilter onderhoud nodig heeft. Het is dus niet nodig het filter te vervangen voor een nieuw exemplaar. U bespaart kosten door het roetfilter naar Diesel Bugli op te sturen of aan de balie te brengen. Om de in het filter gecomprimeerde asresten te verwijderen, wordt het substraat uit de behuizing gehaald. Zo kan de behandeling onbelemmerd plaatsvinden. Het substraat wordt met speciale apparatuur gecontroleerd op scheuren. De hoeveelheid as die verwijderd wordt uit het roetfilter kan oplopen tot wel 40 gram. Water is de vijand van ieder roetfilter. De asresten kunnen goed worden verwijderd als eerst het substraat drooggebakken wordt in een oven. Hierbij wordt vetaanslag en condens verwijderd. Daarna worden de asresten met een intensieve blaasbehandeling afgevoerd. Hierbij komen de poriën helemaal vrij en wordt de doorstroming optimaal hersteld. Na de behandeling wordt het substraat weer in de behuizing teruggeplaatst. Het filter is weer zo schoon als een nieuwe. Klaar voor minimaal de volgende 150.000 kilometer. Ja, tot ziens. Het reinigen van roetfilters is een duurzaam en voordelig alternatief voor het plaatsen van een nieuw filter. Wij staan voor u klaar om uw filter te reinigen. Een afspraak maken is niet nodig. Tot ziens bij Diesel Bugli.